junto conosco, nós temos também o colega periodista, senhor Dick Dreyer. Bom dia e bom mini, danke para aceitar a invitação para abrir e contar um tiki tocante a boa experiência com o Covid. Ah, danke para invitar-me. Sim, um prazer. E para a tua televidente, não? Yes. De querida bom, nós mencionar periodista, portanto, a pessoa que nota na altura de senhor Dreyer, seu trabalho especificamente, conta um tiki de... Sim, senhor Dreyer é um corresponsal de meio de comunicação holandês na Corsó, ou na Caribe. Right? Yeah, na Caribe, de Venezuela até Cuba. Wow. E me entra para televisão holandês, NOS, e também para Trouw, um courant, e para ARD, Germany, e para BRT, VRT na Bélgica. E também me entra para Associated Press e Wall Street Journal na América. Uau, wow. Interessante. Por quanto tempo de Caribe cava? 16 anos. 16 anos. Yeah. Tremendo. E está fluindo o papiamento, não, senhor Dreyer? Yeah. Mas é integrar basta com o papiamento. O problema é que tem a O com a minha rosea. Então, yeah. Depois de Covid, me long a caducar um tiki. Yeah. Então, me tem problema com a rosea e me tem problema com a busca palavra não tem já me tem problema com busca não busca palavra não na minha cabeça. Ok. E então me tá mais confiar me tem mais confiar para papia holandês, pero me tá purba papiamento. Pero é parte é algo para bem depois de Covid of já yeah, depois de Covid já. Oh, então algo cognitivo é ora aí a cambia bota querer. Já me tem problema tem já me tem problema não tá hopi grande. Okay. Pero ja, mita feel sinta sinti mas com mais confiar na holandês. Yes. E também sei nós lo conduzi a entrevista aqui também de mês na double idioma, mas nós estamos acostumados a dizer moro bom dia, pois nós sabemos ele papia tranquilo holandês, nós estamos se perguntando claro na papiamento. Senhor Dreyer, me conhece também hobby aia como membro de prensa e está viaja seguro rond Caribe holandês entre outro para cobrir diferente história, diferente reportagem e está assina a comissar na princípio de Augustus, né? Bo a viaja para Isla Riba para cobrir netamente a situação de Covid na Isla Riba. Lago nos comissar ainda. Passou, okay. Bom mestre a teste, bom estava trabalhando sábado ou está sendo estágios? Então, bom mestre a teste, claro, yeah. Para Covid. Lago nos volver a repetir, nós sabemos que a gente era ainda, bom estava a full vacuna. Sim, verdade, passadi e dos semanas, sowieso. Dus, efectivamente, que é proteção mais tanto possível de efectividade, nível sim. De efectividade de vacuna. Bateste para o centro de estácias para cobrir Covid. Bateste negativo, prometo passar ali corso. Sim. Então, o que que passa agora para chegar ao centro de estácias? Eu ging de airport op. En ik zag in Sint-Eustatius was 7 maanden geen COVID-patiënt geweest. En ik zag de poort en ik zei nog op mijn Facebook, als Sint-Eustatius COVID krijgt, dan is het door deze poort. Wow. En ik wist niet dat ik het was. Want ik heb mijn besmetting opgelopen op Curaçao. Alleen ik ben getest negatief, omdat mijn besmetting daarna was. Tien dos dia entre het test en vuelo. Ja. Anto, ja, in die 2 dagen ben ik besmet geraakt. En uiteindelijk kreeg ik tijdens het draaien voor opnames voor de NOS, kreeg ik een loopneus. Dus water in mijn neus. En als je een mondkapje draagt, hè, dat wordt erg vervelend. Dus ik dacht nog, oké, hoe kan ik verkouden zijn? En ik kreeg hoofdpijn. Ik denk, er klopt iets niet. Maar er was nog geen bel in mijn hoofd die zei van, dit is COVID. Mm-hmm. Het voelt als een griep. Maar ik wist wel, ik had een gast in mijn appartement in Curaçao die ziek was. En die appte mij die middag met, ik heb COVID. En het is belangrijk om te beseffen hoe vulnerable we zijn met COVID. Hè? Want zij had een oppas geregeld voor haar kinderen die COVID had. Wow. Een dame die wel volledig gevaccineerd was, maar besmettelijk. Mm-hmm. Dus de oppas was... Ja, de oppas. En yeah. De oppas had met haar gepraat. En ik heb met haar uiteindelijk, toen ze ziek werd, ben ik in het appartement geweest. En heb ik gezegd, van, kan ik wat voor je betekenen? Wil je water? Wil je een deken erbij? Of... En daarna ben ik op het vliegtuig gestapt naar Sint-Eustatius. En de dag daarna was het zover. Ik had die loopneus. Zij appte mij.
En ik ben gelijk naar de GGD gestapt, want toen zij mij appte, ik heb COVID, dacht ik, mijn loopneus. Mm-hmm. Dus ik ben gelijk naar GGD gestapt, een uur later werd bevestigd dat ik COVID had. In theorie, consent is de autoriteit van Activa. Dus mesora nang isolabo of mensen bij de isolation. Ja, ik ben zelf gelijk in quarantaine gegaan, zoals dat dan heet. Hè. Quarantaine, isolatie is als je COVID hebt, quarantaine is als je vermoeden hebt van COVID. De autoriteiten hebben wel heel prompt gereageerd. De gezondheidsautoriteiten helemaal. Maar ook de autoriteiten van de gezaghebber. Nou, dat is geen gezaghebber meer, de regeringscommissaris. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, er is daarna wel paniek uitgebroken op Sint-Eustatius. Ik denk dat er bij elkaar 170 mensen in quarantaine moesten omdat ik COVID had. Wow. Ziku op een of andere manier portaan aan het team. Ze waren extra voorzichtig. Want ik heb bijvoorbeeld in een restaurant, Ocean View, aan tafel gezeten. Okay. Alle mensen die in het restaurant langs mij gelopen zijn, moesten ook in quarantaine. Yeah, yeah. Wow. Dat is in mijn opinie iets overdreven, want ik ben dan een halve seconde met iemand langs zij. Mm-hmm. Nou, is dan dingen buelo también? Mensen waar je in quarantaine? Wat zeg je? Dingen flight, dingen buelo? Ja, 19 mensen op de vlucht van Jet Air of Wind Air moesten inderdaad ook in quarantaine. Ik heb wel met één stagiaire heel uitgebreid gesproken voor in het vliegtuig. En haar heb ik zelf gebeld. Ja. Okay. Om te zeggen van, hey, ik heb dit, ga ogenblikkelijk testen. Ik was ook bang. Ik had een reportage gedraaid met een oude man van over de 80. Die geen mondkapje droeg. Ik doe wel een mondkapje. Drijfnat van mijn loopneus. Maar ik was bang dat hij... En je weet, oude mensen zijn extra... Den grupo de riesgo. En ik was echt bang. Maar deze man bleek wel gevaccineerd te zijn. En uiteindelijk, ondanks al die quarantainemaatregelen van de overheid, heb ik maar één iemand besmet tijdens mijn periode. En dat was mijn cameravrouw. Wow. Hester Jonkhout. Ja, ik, als wij op stap zijn, dan zijn we natuurlijk in elkaars buurt en hebben we voortdurend contact. Dus alleen zij heeft het als een griepje ervaren. Ze heeft geen problemen gehad. Wel 14 dagen in quarantaine. Ja. Una vez die mens constata op een gegeven moment, je bent positief, dan moet je wel in isolatie. En de señor Dreyer ha documentado que camino que está por hobby bon riba Facebook su experiencia echt un periodista, ja, no obstante que estaba me está pasando por di algo, bo que documenté, ya, entonces aquí está ya de un pandemia, bota bireori, bota tanto periodista y historia na el momento y, awo con rápido dec a resultado que bo me ser atención médico más escala. Ja. Het ging best snel op een gegeven moment. Ja, hè? Ik moet wel zeggen, het is een beetje. Ik had geen ervaring met. Nogmaals, zoals jullie zeiden in de inleiding. COVID was voor mij cijfers. Ja. Ik wist niet. Dat was ook mijn besluit om op Facebook te publiceren. Behalve dat het natuurlijk mijn vak is. Heb ik wel gezegd, het moet een gezicht krijgen. Mm-hmm. En de eerste dagen van COVID was het eigenlijk wel. Ik had een loopneus, ik had hoofdpijn, ik kreeg een beetje koorts. Maar het ging eigenlijk wel goed. Alleen, ik had problemen met mijn ademhaling. In het Nederlands noem je dat saturatie. Saturation. Juist. Dat doe je op je vinger, hè? Ja, een bepaalde niveau moet het zijn. En dat werd te laag. En toen heeft de dokter in Stacia besloten om mij naar Sint Maarten te vliegen. Want Stacia heeft niet de medische mogelijkheden om COVID-patiënten te behandelen aan de beademing. Want een COVID-patiënt, de meeste althans, die een ziekte ontwikkelen. Want je kunt ook COVID hebben zonder dat je echt ziek bent. Ja, die hebben problemen met hun ademhaling. Zoals ik nu. Ik kan nu redelijk goed praten, maar ik ben wel benauwd. En het is nu 2 maanden geleden, ik ben nog steeds benauwd. Mm-hmm. Al die mensen die in de overheidsstatistieken genezen worden verklaard, dat zijn mensen die over het algemeen nog een hele struggle moeten ondergaan. Hè? Maar goed, mijn struggle begon eigenlijk heel positief. En ik ben wel naar Sint Maarten vervoerd met een helikopter. Maar 2 dagen later zei de arts, ga maar in isolatie. Je hoeft niet in het ziekenhuis te zijn. Dus ik ben ergens een huisje, had een vriendin van mij geregeld, een huisje in de bergen. En daar ben ik 1 dag geweest en toen werd ik zo ziek. Dus ik was 3 dagen, weet je, een beetje een griepgevoel en je voelt je niet lekker. En ineens op de 4e dag... kwam COVID als een bliksemschicht over mij heen. Kiko Birapio, hoe ging het van 0 naar 100? Wat? Ademen? Ik zat in dat huisje en ik wilde koffie maken en ik kon niet bij het koffiezetapparaat komen. Ik was zo buiten, alsof je
20 rondjes rond de SDK-stadion heb gerend. Mm-hmm. Ik kon geen, ja, ik heb, als ik nu praat, heb ik er ook last van. Geen adem meer halen. En, nou, en ik, op een gegeven moment lag ik op de bank en ik dacht, laat maar. Mm-hmm. Nou, mijn vriendin die heeft me gelukkig heeft een ambulance gebeld. Mm-hmm. De ambulance wilde eerst niet komen, want het is hoog in de bergen. Maar uiteindelijk heeft ze haar overredingskracht gebruikt. Vrij forse woorden om de ambulance toch te brengen. Nou, en ik ben naar het ziekenhuis gebracht en daar ben ik in de medium care gestopt. Je hebt in het ziekenhuis, op zaal zou men zeggen. Mm-hmm. Ik zat in een kamer met twee mensen en ik werd daar gewoon verzorgd. Maar ze hadden bijvoorbeeld geen belsysteem daar. Dus ik kon geen, als ik een probleem had, kon ik de dokter niet roepen. Naast mij, ik heb het ook beschreven op Facebook, is een man dood gegaan. Wow. En ik kon de verpleegkundigen niet roepen. Het enige wat ik kon doen was alle slangen loshalen en naar buiten lopen. Want dan gaan alle alarmen aan en komt er personeel. Ja. En was het van COVID? Ja. Een COVID-patiënt. COVID-patiënt. Wow. Weet je, in Sint Maarten, in de intensive care lagen 20 mensen. Allemaal COVID. Allemaal rond mijn leeftijd, 60. Ik was de enige die niet gevaccineerd was. Niemand was gevaccineerd. Nee, ja. Jij was gevaccineerd. Ik was gevaccineerd, ja, sorry. En verder rest, niemand. We komen zo daarop terug. Jij hebt een vraag. Nou, bon, na die moment, cosa escalatie na hoop, komen ze na cuido intensivo. En toen kon je communicatie erbij, in moment 2. Het moment dat meneer Pietersen naast mij doodging, en ik mezelf ook niet beter voelde, had ik een Arubaanse arts die aan mijn bed kwam. En die zei tegen mij, we gaan je hier weghalen, want anders ga je meneer Pietersen achterna. Dan ga je ook dood. Mm-hmm. En de zorg op de intensive care in Sint Maarten is betaald door Nederland. Ze hebben een paar containers op het ziekenhuisterrein neergezet met de Amerikaanse staf. Excellent care. En daar voelde ik me wel veilig. Ook daar gingen mensen overigens dood. Want dat is iets wat we zien de cijfertjes wel. Maar dan gaan mensen gewoon dagelijks dood. Ja. Mm-hmm. In alle 6 eilanden van de voormalige Antillen. Exact. En het zijn mensen op leeftijd vaak, maar ook jonge mensen. Ik ken een jongen van 17 die het heeft. Wauw. En de meeste mensen hebben ook nog, want dat is wel een factor die erbij geldt, hebben ook nog een onderliggend probleem. Bang inang, Dek. Importante para mencionar, pues, pues, nos invitamos a dimes como cara, me se du una cara, na kiko realmente ta COVID, aquí nambo ta wak, señor Dreyer, den un di su pio momento nan, aya den hospital, que su permit claro, nos tuma e potrat nan pa compartir con vos nan, pero dek bota full vacuna, ba bai, sen tu sta, si es full vacuna, después de 2 semanas manera nos avisa que va a ba vacuna fue april, dus más que 2 semanas mes. Pero atrobe, te avisa siempre que vacuna te protejabo, pero bo por vira malo. Pero también es factor acerca, que seguro que variante delta entre otro. Y meta ting delta. Y bota ting delta. Onderliggende condiciones. Condicionan médico existente. Bota caída en categoría, ¿eh? Sí, 2 categorías. Mm-hmm. Una está diabetes, suku, y otra está mal condición. Mi tengo un tiki fet, mi no está core, mi no está viva un viva más salud. Salud. Está bueno, pero. Por mío. Por mío. Ja. Y combinar el dos con COVID is echt heel moeilijk. Vos estabas consciente de eso. Dus, wak, nos está papia un AIME largo caba, grupo de riesgo. Kiko te grupo de riesgo. Ora vacunación a bien cerca, nos avisa, guarda, vos por haya COVID, aunque vos estás full vacuna, vorral si vos en condición existente, cifra nang te muestra ese. Están en CMC mes, y 4 de 5 personas nang, cu adrenta CMC, cu COVID, estaba ta full vacuna, pero por lo menos 4 de 5 de nano, hasta ten algo con un sistema inmunológico, ofrente un condición existente. Pero babisa a worry ku ya como periodista bota raporta constant over die cosa aquí. Pero bota bata realiza ku bo porta bata un gene nan e. Combin. Klikte het niet of COVID is voor heel veel mensen ook die nu kijken
En dat was voor mij ook zo. Het was eigenlijk ver weg. Ik kende geen persoonlijke slachtoffers. Okay. COVID had voor mij geen gezicht. Dat was wat ik me ook realiseerde toen ik ziek was. Als COVID een gezicht krijgt, ga je realiseren wat het betekent. Ik had mij gevaccineerd, bewust, omdat ik reis. En omdat ik in een risicogroep zit, heb ik gezegd, ik ga maar wel. Mijn zoon is een antivaxer. Ik heb met hem hele discussies, maar ik zei tegen hem, ik ga mij toch, wat jij ervan vindt of niet, ik ga mij wel vaccineren, want ik heb soekoe. Mm-hmm. Dus ik ben een risicogroep. Ik ben bijna 60, ook, hè, dus kom je ook richting een risicogroep. Maar ik heb het gedaan in het idee van, ja, maar COVID ga ik niet krijgen. En helemaal niet als ik gevaccineerd ben. Ja. Ik ben vergeten dat 5% van de mensen die gevaccineerd is met Pfizer, volgens de studies, daar geen volledige protectie van krijgt en toch ziek wordt. And here you are. Nou, en, yeah. En Hester, die een hele gezonde levensstijl heeft, hè, dat is echt een, door een oogje van de, door een ringetje kun je dat halen, hè, die kreeg ook COVID, ondanks dat ze gevaccineerd was. Alleen, zij heeft een hele goede conditie. Yeah. Zij heeft een gezonde levensstijl. Dus zij had alleen maar een soort griepverschijnsel. Ik had, nou, ik wil niet zeggen ik heb een slechte levensstijl, maar ik loop geen rondjes rond het STK-stadion. Ik ben, als ik conditie opbouw, dan is het omdat ik heel hard werk. Ja. En dat is onvoldoende. Dus mijn boodschap naar mensen is ook altijd, vaccineer je, want als ik niet gevaccineerd was, had ik hier niet gezeten. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Vaccineer je. En zorg dat je een gezonde levensstijl onderhoudt. Pas a volta illustra aquí dos di caso of dos di ejemplo lanco sempre nosa papa di Genoa. Uno a trove lo nostro pisa caba bu porta full vacuna i hanya covid. Ta un percentage masa chiquito e breakthrough cases lanco nostro papa di Genoa Hester. Ta un buon ejemplo. Salud, viva salud, come bon, hasi ejercicio, full vacuna per el hanya covid, pero a hueco está bien. E no abira asina malu te pedrienta hospital. Anteri e di dos ejemplo ku sempre no sa papi di jeta ambeta, dek, ya, full vacuna, pero kun condition existente ku apone ku no solamente e por hanya COVID, pero ku e por vira hobi malu i resulta din hospital. Exactamente. Kita ta sentimento, signor Dreyer, na momento ku batuma e vacuna, basoro di protegebo mes, debidamente, papo si botrabou, kutu resinan, pero toca resultado em 5% de persona nang e ku a resulta riba cuido intensivo. E sentimento pa din, na momento ku botava ta din cuido intensivo, ku ba realiza, e sei, usava proteger bom mês, pero toca, bacana din e grupo. Que ta biba de mo cabeça? Cada renda is verschillend. Je kunt dus niet algemeenheden trekken, conclusies trekken op basis van één persoon. Ik heb op het moment dat ik het kreeg alleen maar gedacht, oké, Tammy Beurt. En het zal goed gaan. Maar ik heb het en nu moet ik ermee dealen. Ik voelde geen enkel moment het idee van, verdorie, easy, nou heb ik me gevaccineerd. En dan krijg ik het toch, wat is dat nou? Kijk, allereerst, ik ben niet de maat der dingen, zeg ik ooit tegen heel veel mensen. Eén geval zegt niets over alles. Nee. Dat is ook mijn probleem met Facebook en sociale media. Er worden allemaal meningen verkondigd. Maar die meningen bij elkaar opgeteld zeggen nog niet eens een tiende deel van de waarheid. Ik voelde heel sterk op het moment dat ik het kreeg, oké, ik moet ermee dealen. En wat de wetenschap zegt en wat sociale media tegen me zegt, daar heb ik eigenlijk op dit moment even niets mee te maken. Maar ik vertrouw wel op die medische wetenschap die mij nu gaat helpen. Daarom vraag ik me ook af waarom mensen voor COVID de medische wetenschap niet vertrouwen. En zodra ze ziek worden, rennen ze als eerste naar het hospitaal. Ja. En nu moeten we de electieve zorg, nou dat is dan op Curaçao nog wel de andere problematiek. Mm-hmm. Maar heel veel zorg kon er in het begin niet gegeven worden, omdat ongevaccineerde mensen bedden aan het bezetten waren. Ze verdienen hun care, net als ieder ander hoor. Laat het elkaar wel duidelijk over zijn. Maar het feit dat wij een deel van onze mensen niet wil vaccineren, betekent een extra druk op de zorg, waardoor mensen die wel vaccineren, yes, of die ander lijden hebben, niet aan de beurt komen. En dat vind ik niet helemaal eerlijk. Sigur. Quanto dia, signor Dreyer, che arriva qui do intensivo? Of de hospital, mensen in generaal? Ja, die is Mambing Hospital August 4. In Massali 27 augustus. Uh-huh.
Die zette die tabata na intensive care, kilo intensivo, tabata hel. Conta nos digi disi, portar nos no que rebiba momento nan portar la vacina, pero ti que era importante pe televidente ayo mas que tu parte di experiencia de cuido intensivo. Ki con anta hasi kubo. Ma inta, ki te procedura, merdia, kumba keda ku e aparato di ala Rusia, kuta algo constante, ta varie. Kon e trato tabata anto ki te algunje procedura nan di cuido intensivo. Paku COVID. Er zijn heel veel aspecten die je dag bepalen. Maar het belangrijkste is ademhaling. COVID tast je longen aan. De blaasjes die in je longen zitten waarmee je lucht kunt verwerken, die gaan kapot. Dus op een gegeven moment kun je geen adem meer halen. Dus die ademhaling krijg je. Maar ademhalingsapparatuur op je neus maakt bijvoorbeeld dat je een enorme droge mond krijgt. Dus je wil voortdurend drinken. Maar je hebt niet de energie om dat glaasje water wat hier staat te pakken. Je kijkt ernaar en je denkt, ik heb geen idee hoe ik daarbij kom. Wow. Want je lichaam heeft alle energie nodig om te herstellen. En nou, je moet bijvoorbeeld naar de wc. Ik stelde dat zo lang mogelijk uit. Want dan moest ik namelijk uit het bed op een stoel gezet worden. En iemand die zwaar COVID heeft, zodra de verandering is van je lijf, dus van liggen ga je naar zitten, ga je hoesten. Zo erg hoesten, zoals je dat ook bij rokers wel hebt. Alleen er komt niks uit je longen. Want er zit niks in je longen, het is gewoon kapot. Maar je begint te hoesten. Pijnlijk. En zo pijnlijk dat ik naar de wc ga, dat stelde ik altijd uit. Maar ja, dat wordt ook op een pijnlijke manier als je te lang wacht. Dus je deelt je dag in aspecten van, oké, wat is het meest comfortabel voor mij? Want een ander punt is, hoe lig ik? Ik ben iemand die graag op zijn zij ligt. Nou, dat is op zich wel goed. Een COVID-patiënt op zijn zij is prima, maar het beste voor een COVID-patiënt, en dat heb je misschien wel eens in beelden gezien, en het publiek misschien ook, het beste is op je buik liggen. Ja, omgekeerd. Want die longen, die zitten achter. Mm-hmm. Dat is een soort ballon. Als daar niks op staat, op ligt, dan heb je de meeste adem. Dus dan lig je het beste op je buik. Maar ik ben geen buikligger. Ik vind het verschrikkelijk. Maar ik heb het wel moeten doen, want ik merkte, als ik op mijn buik ging liggen, dan had ik weer meer adem. Maar ja, op een gegeven moment word je dan moe en dan moet je weer gaan. Dus je bent de hele dag ben je aan het liggen. En als je zo ziek bent, zoals je dat hier ook in het CMC ziet, dan moet er de verpleegkundige aan je bed komen om jou om te draaien. Om die lucht te kunnen halen. Dus dat wil mensen nog voor hassen? Nee. Ik heb het wel altijd zelf gekund, maar ik heb ook wel hulp gehad. Maar ik zei altijd tegen de verplegers, van, blijf er maar af, ik wil het zelf doen. Want dat is één ding wat ik altijd beseft heb. Als ik opgeef om dingen zelf te doen, dan is het voorbij. Dus ik wil die struggle, ook al kost het heel veel moeite, wil ik wel zelf doen. De fysiotherapeut kwam heel vaak langs en dan zei ze van, ik help je wel even in de stoel. Want dan zei ze van, dan moet je even in de stoel zitten. Dan zei ik, nee, dat wil ik helemaal zelf doen. En ik denk dat dat mijn redding is, dat ik gewoon toch geprobeerd heb. Ja. Kijk, ik woog 110 kilo toen ik het ziekenhuis inging. Ik woog 94 toen ik eruit ging. In 27 min 4, dat is 23 dagen. Dat is niet hier weggegaan, hè? Dat is hier weggegaan. Hier. Ik keek naar mijn benen en ik dacht, een spillenpootjes. Ik had vroeger al redelijk stevige benen. Het is al die spieren zijn, want dat gebeurt in het verkeer, je verliest je spierkracht. Kom je mee tot dat erbij, denk Cuido Intensivo? De eten, kom je mee. Oké, dat is wel een leuk verhaal. Het eten, sorry voor het buiten ziekenhuis, want ze doen hun best, maar het eten is niet naar binnen te werken. Het is echt heel smerig. Het brood wat ik kreeg, daar kon ik mee zeilen, weggooien en dan brak er van alles. Dat was gewoon beton. Maar ik had mijn vriendin was ook op Sint Maarten, toevallig hoor, moest dat zijn. En zij is ooit televisiekok geweest hier op Curaçao. En zij kan fantastisch koken. Dus zij bracht elke dag gezond eten naar mij toe, wat ook nog lekker was. Dus ik was wel bevorderd. Er waren patiënten om mij heen die elke keer bij het maaltijd keken, waarom krijgen wij niks? Nou, ik heb gedeeld hoor, daar niet van. Want het eten in het ziekenhuis, ik heb wel me over verbaasd, want eten is een heel belangrijk aspect van je gezondheid. Maar daar ligt bij een ziekenhuis, in ieder geval in Sint Maarten, lag daar geen prioriteit. Our party A, ik wil bij zijn partner Tabata naar Sint Maarten, of vriendin of partner? Vriendin. Vriendin. Ja. Kon je party die te leeuw
van je dierbaren. Was een bojoenen te studie voor? Naar Amsterdam. Dus ze zijn sowieso ver weg. Maar was het ook eenzaam? Dus één aspect, want dat zeggen ze altijd, hè? Hoe COVID, de limitaking op een wakbo, in certo hospitaal naar de mundo, van mij en op een wakbo mis. Dus apart, ik heb dat ding een lucha, wat ik dan weer op een kerino voor te cerken. Maar ja, we hebben wel WhatsApp tegenwoordig. Ja, gelukkig. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk redelijk bekend op Curaçao. Dus op 5 augustus, nee, op 10 augustus kreeg ik een appje van Dilma Pisas zelfs. Nou, de wereld kan snel veranderen, zou ik zeggen. Maar, ja, maar ik ja. heb... Ik heb... No opstaan, te kiepen de pasa, ding, trabouw. Zelfs Easy heeft me een appje gestuurd. Oh, wat nice. Lief. Dus ik moet zeggen, heel Curaçao heeft meegeleefd. En ik hoop dat alle patiënten die nu in de intensive care liggen, de aandacht krijgen die ik heb gehad. Want dat was hartverwarmend. En weet je, het is ook nodig. Helpt ja, het? Ja, het helpt waanzinnig. Het gevoel... Kijk, WhatsApp is heel vermoeiend als je ziek bent. Dus ik liet het vaak liggen en ik zei ook tegen mensen, ik antwoord misschien niet. Maar dat is niet omdat ik het niet waardeer. Dat is gewoon omdat ik de energie aan niet heb. Maar ik moet zeggen, alle mensen die nu in de IC liggen, als je ze kent, stuur ze een app. Wees attent. Attent. Want je bent alleen in, zoals jij zegt, die struggle moet je alleen voeren. En mijn kinderen zitten in Amsterdam. Mijn vriendin heeft gelijk een appgroep. Mijn cameravrouw kan het ook gedaan hebben, hoor. Daar heb ik natuurlijk geen zicht op. Maar allerlei mensen hebben appgroeps bedacht waarin als ik iets zei over mijn gezondheid, dat werd dan gelijk gedeeld. Nou, Jeroen nice. Jansen, mijn vriend, die schreef het op Facebook dan. Dus ik bedoel, de omgeving voor mij heeft, dat is echt goud waard geweest. En ik hoop echt dat alle mensen die in die COVID hebben, die attentie krijgen. Dus ik heb me niet alleen gevoeld. Maar gelukkig. Omdat ik wel, het heeft weinig gescheeld of ik had hier niet meer gezeten. Dat besef, plus het feit dat mensen om je heen doodgaan, maakt het wel heel zwaar. Ja. En, heb je zo'n moment gehad, Dick? Wat pensa op wat wij moeren daar dat moment? Ik wist dat het. Maar ik heb niet bewust zo opgepakt. Ik wist het. Maar van jezelf denk ik, net als dat je denkt dat COVID ver weg is, denk je op het moment dat je het hebt ook van ja, maar ik ga niet dood. Juist. Maar je merkt wel dat je niks meer kan. En je merkt wel van het gaat slechter. Dus dan ga je wel denken van, hey, red ik het of red ik het niet? Maar ik ben wel altijd positief gebleven. Ik heb het tegenover mij een mevrouw gehad die in haar stoel zat toen ik binnenkwam. En in de stoel zitten betekent dat iemand niet ligt. Mm-hmm. Weet je, dat is een goed teken. En na een paar dagen zat deze mevrouw niet meer in de stoel. En ze was net zo oud als ik, 58. En ze haalde steeds slechter adem. En toen heb ik wel gedacht van, wij zijn hetzelfde. Zij had ook suikerziekte. Ik weet niet of zij is overleden, maar de dag dat ik vertrok werd haar familie geroepen om op de intensive care afscheid te nemen. Dus dat zag er heel vervelend uit. Ja. En dan denk je wel van, maar dat had mij ook kunnen overkomen. Dus ja, mijn huisarts hier in Curaçao, die heeft ook gezegd van, je hebt echt geluk gehad. Of geluk, je hebt de juiste behandeling gehad waardoor je uiteindelijk het hebt kunnen overleven. En daar ben ik, dank je Dios. Dank je, Dios. Sigur, dank je, Dios. En die llega dan weer met meneer Dreyer a Sali voor de hospital. Goeie notitie, hier kai. Waar de dokter a Bing, zeker meneer Dreyer, wie zei: oké, bota, bon, maar recupera suficientemente voor Sali. Ja. Kom eens eten, bata. De dokter kwam een paar dagen daarvoor al van: nou, het ziet er goed uit. Als alles zo gaat zoals het gaat, dan mag je zaterdag naar huis. Okay. Ik weet niet eens of het zaterdag was, maar. En daar leef je dan ook op, hè? Want. Intensive care, iedereen was heel vriendelijk. Er waren zelfs verpleegkundigen die in een ziekenhuis werkten, waar ik ook vroeger heb gewerkt, in Somalië. Dat was echt heel erg leuk. Ik ben echt ook de verpleegkundige personeel zei altijd tegen mij van, het is zo leuk om bij je bed te komen, omdat je altijd zo positief bent. En ik denk dat positiviteit mij gered heeft wat dat betreft. En toen de dokter zei van, over een paar dagen mag je naar huis, dan leef je daarna. Ik bedoel, ik heb mijn huis hier op Curaçao verkocht en de overdracht was toen ik in het ziekenhuis lag. Mijn verhuizing, toen ik thuis kwam op Curaçao, was er een ander huis. Mijn vrienden hebben mij geholpen om te verhuizen zonder dat ik erbij was. Dus ik ben nog steeds dingen aan het zoeken in mijn huis, maar op dit moment. Maar weet je, iedereen heeft me geholpen en ik was zo blij dat toen de dokter zei, je mag naar huis. Maar daarna heeft het nog 2 weken geduurd, hoor, want ik moest nog voorzichtig. Ja,
je gaat het ziekenhuis, dat zeg ik ook tegen al die mensen die hersteld zijn. Je komt het ziekenhuis uit, maar je kan helemaal niks. Na de auto lopen heb je met twee mensen die je vasthouden, want je hebt geen spierkracht meer. Mm-hmm. Dus op dat moment begint je eerste revalidatie. En ik zit nu ook in de revalidatie. En waardoor ik weer heb leren rustig praten, waardoor ik leer lopen. Quando nós um dia disse, contato é sintoma na post-COVID. Depois de COVID, já sabemos, nós não vamos ouvir disse. Long COVID. Yes, WHO, long COVID ultimamente. Nós não vamos ouvir disse, nós sabemos, ah, ele sai com isso no chão, ele está recuperando, pero o que está sentindo na momento? Ja, je bent eigenlijk nog net zo ziek, alleen ben je niet meer besmettelijk. Maar je longen zijn niet beter geworden dan toen je op de intensive care lag, alleen je kunt beter ademhalen dan toen je op de intensive care lag. Maar ik bijvoorbeeld een mondkapje aan. Ik kan nu niet naar de bank of naar de supermarkt gaan, want als ik een mondkapje op doe, dan val ik dood. Ik kan geen ademhalen. Dan ben je benauwd. Hoop je benauwd, ja. Dus dan doe ik hem weer af en dan komt er weer zo'n guard bij de Goisco zeggen dat je de boel op moet houden. Nou, ik heb de boodschappen laten staan op een gegeven moment, want ik kon gewoon niet. Dat zijn symptomen die COVID-patiënten, long-COVID-patiënten in ieder geval hebben. Geen lucht en een hele slechte conditie. En die conditie moet je weer opbouwen. Ik loop nu 6 minuten op dit moment. Dat zijn 14 huizen in mijn straat, heen en weer. Daarna ben ik een paar uur uitgeteld. Ik ga boodschappen doen. Niet drie weer. Je weet, als je boodschappen doet op Curaçao, ga je eerst naar de Kooiman, dan ga je naar de Building Depot, dan ga je... En dan heb je eindelijk wat gevonden na 4, 5 winkels. Ja. Ik kan 1 winkel doen en dan moet ik naar huis. Dan lukt het gewoon niet meer. En dat is een struggle die je als COVID-patiënt nog zeker... Ze zeggen, voor elke dag in intensive care heb je een week nodig om te revalideren. Ik heb 17 dagen. Die is chatte dia na Quido Intensivo. Anatomie Mesterhaya, 17 weken. Mm-hmm. Vanaf 1 september. Dus dat is nog voorbij oud en nieuw. En toen kijken we naar de hasi kubo ding en exercitie naar aki. Is het bij de SGR? Je bedoelt de revalidatie. Ja, de revalidatie is bij FFK, achter, okay. Bij de Health Center. Ik zeg er wel bij de SVB hier, want ik ben SVB verzekerd, betaalt geen post-COVID care. En niet omdat het niet nodig zou zijn, maar de SVB wordt door geld gedreven op dit moment, door tekort aan geld gedreven. Dus de SVB vergoedt het niet. Er zijn een aantal fysiotherapeuten die hebben de handen ineengeslagen hier op Curaçao om te zeggen, wij moeten post-COVID care gaan geven aan al die patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Maar je moet het uit je eigen zak betalen, want de verzekering dekt het niet. Wow. Dus dat is nog wel een probleem. En ik denk dat zeker in deze tijd de SVB verplicht is aan haar functie in de gezondheidszorg om ook post-COVID care te vergoeden. Mm. Want je redt het niet in je eentje. Je hebt begeleiding nodig. Iemand die astma heeft, die wordt begeleid met je moet over je grens heen gaan. Maar iemand die COVID heeft, mag de grens niet over. Mm. Anders krijg je het terug. En dat heb ik ook. Als ik dan heel moe ben, als ik nu heel moe zou worden, dan heb ik een dag nodig om weer bij te komen. Want dat is COVID. Ja. Terugslag en weer opnieuw je energie krijgen. Que me senhor Dreyer está de opinião como se bota toda mais atenção riba e paciente não de COVID, é não de long COVID. Yeah. Tanto riba respeito de ter em conta que, por exemplo, um assunto de maneira muito capia, com um ente não por ela, seja muito bom e se a bestia é vira totalmente por não, com chance por tapa e flow, como é parte médico, com a questão de financiamento, para por cumprir com uma situação, doutor, ele por tinha placa aí para por paga quanto se nos possa, da quanto é que custa para tratamento, yeah, depende de querer para cada quem é diferente, mas é algo que custa, algo opio of. Ik heb, nou, je bedoelt voor de post-revalidatie. Yeah. See, ik heb eigenlijk nog geen idee, want ik heb de rekening nog niet gehad. Okay. En ik krijg wel 9 fysiotherapiebehandelingen van de SVB terug. Alleen als ik die al had gebruikt, dan krijg je niks meer. Dus daarna moet je zelf... Ik heb geen idee hoeveel het is. Ik weet wel dat de SVB heeft wel mijn behandeling vergoed, maar tot de hoogte van Curaçao. Dus alles wat duurder is in Sint Maarten, als de ambulance 1200 gulden kost en hij kost hier 1000, dan moet ik 200 zelf bijbetalen. Ja. Ja, en de rekeningen van een dag intensive care, hè, dat loopt op de 5000 gulden per dag. Wow. Dus tel maar op hoe duur dat is. Voor jezelf wel, en dat is voor de mensen die nu COVID krijgen, ja, hopen dat je nog 9 behandelingen van de fysiotherapeut hebt. Want anders moet je het uit je eigen zak betalen. En ik denk dat dat, ja, het zal onder de 100 gulden zijn per keer.
Maar het zal toch een aardige kosten, want mijn revalidatie gaat 2,5 maand, 3 maanden duren. En dan ga je 1 keer, 2 keer of 3 keer per week naar de fysiotherapeut. Nou. Kost geld. Es eta algo que tengo bai verdad profundizar, no? Y papia cu autoridad, tan papia cu gobierno, pues ta basta gente tin na corsau aquí cu long covid. Un más grave cu otro, claro. Tur curpa de diferente manera de que me avisa, pero ta tenoro que botin 50 mes persona que tengo haya un tipo de revalidación. Een palabra difícil. It's easier in English or in het Nederlands. Pero ya, eta pisa. Riba un sistema que ya acaba not in fondo. Pero eta interesante, porque no está un aspecto de pandemia, pero kiko ta pasa después de pandemia. Por ejemplo, salud mental también no se papi hopi dice. Pero, señor Dreyer, e revalidatie mes, wat houdt het eigenlijk in? Moet je vaak lopen, ademhalingsoefeningen? Wat je leert is omgaan met je energie. Okay. Omdat je weinig energie hebt en je niet over de grens mag gaan, moet je dus leren. Ja, elke dag heb je een, dat noemen ze bij de fysiotherapie, een envelop met energie. En die moet je managen. Als je meer energie verbruikt dan in die envelop staat, dan ben je de volgende dag lig je op bed. Dan kan je niet meer. Dus... En dat leren omgaan met de energie gaat gecombineerd met het leren opbouwen van je conditie. En het leren opbouwen van je uithoudingsvermogen. En dat betekent uiteindelijk in de gym. En ik kan nog niet in de gym, want daar heb ik nog te weinig energie voor. Maar ik ben natuurlijk langzaam aan het oefenen. En ik hoop volgende week eindelijk een keer in de gym in te kunnen gaan. In plaats van die 14 huizen te bezoeken die ik elke dag in mijn straat zie. Zodat ik daar gericht en begeleid kan sporten. En dat sporten is belangrijk voor de conditie. Eten is belangrijk voor je. Het zorgen dat het gewicht, want die 94 kilo die ik nu weeg, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Daar heb ik 16 jaar tegen aangekeken. En nu is het in een maandje gelukt, dus dat zou ik wel graag willen behouden. Maar dan moet je goed eten, gezond eten, weinig koolhydraten. Nou, ik heb al gezegd, mijn vriendin is televisiekok. Dus dat komt wel goed. I see. Ja. Komt goed. Geluk bij een hele grote ongeluk, hè, in dit geval. Ja. Alles heeft een reden en een functie, zeg ik altijd. Mm-hmm. En dank je, Jos. Alles is bij elkaar gekomen en ik heb het overleefd. Mm-hmm. En we moeten nu het pad naar herstel inzetten. En dat is nog een lang pad, maar ik ben ook weer begonnen met werken. Want ja, de hele dag niet werken. Ik werk 24/7. Dus niet werken is echt, daar word ik nog zieker van. Maar alles is op zijn pootjes terechtgekomen. En gelukkig. Ik wacht op mijn derde boostershot voor mijn vaccinatie, als dat nodig zou moeten zijn. Ik hoor niet tot die groep die dat nodig heeft, volgens... Nog steeds. Einde e grupo te basta limita. Ja, en ik hoop echt, en dat wens ik vurig, dat op Curaçao, dat we die 106.000 vaccinaties, dubbele vaccinaties, halen. Want... De maatregelen zijn vervelend. Een mondkapje is lastig. Het feit dat ik jou geen brassa kan geven, vind ik niet leuk. Ja. En hoe vaak gebeurt het dat je het vergeet? Hè, maar het heeft een reden. En ik denk dat het belangrijk is dat we werken naar het afschaffen ervan. Exactly. Yes. Maar niet te vroeg, want vanmorgen hadden we het bijvoorbeeld over Engeland. Eerst een semi. Volgens hun zelf een succesverhaal, maar het was te vroeg. Want hun vaccinatiegraad is nog te laag. Toch hebben ze bijna alles afgeschaft van wat betreft de maatregelen. En nu zitten ze weer in een situatie waar mensen grootschalig weer doodgaan. Maar dat is het dilemma voor Curaçao. Hè. We hebben vorig jaar meteen een lockdown ingevoerd op 13 maart. Of 27 maart, 2 weken daarna geloof ik. Wij kunnen als klein eiland ons dat niet permitteren. De afwegingen, nee, lockdown niet. Nee, maar de afwegingen van toen, de afwegingen zijn er nu nog steeds, maar geven andere resultaten, omdat we toch beseffen dat, laat maar zeggen, het virus uitdammen geen haalbaar doel is. Nee. He, dus dan kun je wel heel rigide alles op slot zetten, maar dat gaat toch niet helpen. Nee. Dus je moet die balans vinden, en ik denk dat de autoriteiten daarmee bezig zijn, en daar kun je het wel of niet mee eens zijn. Ik ben het ook niet altijd eens, standaard, als de overheid iets zegt, maar je moet toch proberen die balans te vinden. En ik denk dat die balans, hè, nu is het gunstig voor Curaçao, hè. We hebben 210 actieve gevallen vandaag. Dat is nog niet zo laag geweest sinds afgelopen 16 juli. Weet je, we gaan de goede kant op, maar wat je zegt,
het kan zo omslaan. Ja. En daar zullen we waakzaam op moeten zijn. Nieuw-Zeeland, tenminste, een paar jaar is ja, dan moeten wij ook een deal maken in zero-covid-policy. Nou, dan is het bang. Hebben we een tijdje aan de biba met covid. Bibando. Maar we hebben ons niet voor de sera die vorm aan. Dus dat is dan met de kousa. En andere malezen dan, kunnen we niet kunnen de covid, maar ook in zijn effect dan, op het termino largo. Senor Dreyer, met de keer een mensage dat we op de televisie en terwijl we in de keer. Relacionado com o Sr. Dreyer, sua experiência com o COVID-19 no hospital, riba cuidado intensivo, agora também, que tu vai com certo efeito não trajando de mês para a recuperação completa. Mas segura se não que tu decidi ou não, a decidi ainda, que vai vacunar. E tem que tu vai certo pensamento não errôneo, pensamento não que porta opinião com outra quadra, com o hecho, ciência. Feiten. Que tu vem adiante de investigação científica. Kiko te loko alku abo ko experiencia pasa ding pasando ding ke tubai ke bisa e nanta yaman na anti-vaxxer pero ya yeah, ami loko bisa sungko ayina no tumi decision pa bay baguna manera bo mes you manera bo bisa ku bo mes ding bo familia mes poting anti-vaxxer ya yeah, kijk ik respecteer met de respectatuur su hende su opinion maar je hebt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als onderdeel van de samenleving. Ik vind dat aspect vaak missen bij antivaxxers. Het gaat over hunzelf en niet over de ander. Terwijl ik vind, als membro die comunidad, dat je daar een verantwoordelijkheid in moet dragen. En die afweging moet je meenemen als je zegt van, ga ik wel of niet vaccineren. Kijk, ik heb jaren in Afrika gewerkt en ik had altijd een geel boekje op zak. Met yellow fever, met cholera, met... malaria. Whatever. En... ik heb me daar nooit beperkt door gevoeld. Ik heb wel moeite met de beperking koppelen aan een QR-code hoor. Wat in Nederland nu gebeurt en wat op Curaçao nu ook gaat gebeuren. Ik vind dat een moeilijk aspect. Maar je hebt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van mensen. En dat moet je in je afweging meenemen. En dat geef ik eigenlijk aan iedereen mee die daarmee zit. Zorg dat je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan de ander. Want COVID is een communicable disease. En we hebben er als gemeenschap niet alleen qua ziekte en gezondheid last van, maar ook qua ons sociaal functioneren. En als je daar in je eentje een beslissing neemt, ik ga niet vaccineren, want, en dan komt er een heel scala aan Facebook-achtige opmerkingen, daar heb ik moeite mee. Ik heb ook moeite met de minister van Gezondheid hier op Curaçao, die niet achter het eigen regeringsbeleid staat, apparently. Ik respecteer, en dat zeg ik dus ook tegen iedereen, ik respecteer je persoonlijke mening, maar mevrouw, u zit daar niet om uw persoonlijke leven. U zit daar in een publieke functie. U heeft een enorme verantwoordelijkheid. En ik ben daar heel boos over geworden toen dat gebeurde. En ik ben er nog steeds boos over. Het gaat... Het punt dat, meneer Dreyer, wat hij als minister... Was het in twee kosten. Tien jende te visa, no porta sina, ku un minister di salubridad... Hoe is de responsabiliteit van een pandemie niet te vaccineren? Dat is één. Of wat heb je gezegd? Je hebt een vaccineren, maar je moet compartieren. Je positie zien. Dus het zijn twee verschillende dingen. Er zijn mensen die zeggen dus, ze moeten vaccineren in zo'n positie. En anderen die zeggen, oké, fijn. Eigen mening, eigen keuze van de minister. Maar ze moeten het wel delen. Dus wel zeggen waar je staat. Zoals bijvoorbeeld een Jair Bolsonaro die zegt... duidelijk, ik vaccineer niet en om deze redenen. En iedereen heeft zijn recht om dat te zeggen. Dat en zegt mevrouw u? Yanga heeft dat ook. Ja. Maar ze zit niet als mevrouw Yanga op die stoel. Ze zit als minister van Volksgezondheid die als officieel beleid heeft dat we gaan vaccineren hier. Dus ik heb geen boodschap aan de mening van mevrouw Yanga. Ik heb boodschap aan de mening van minister Yanga. En zij kan die twee niet van elkaar scheiden. Mm-hmm. En ik neem dat haar kwalijk. En je hebt gezien, de artsen hier op Curaçao nemen haar dat ook kwalijk. Omdat het ondermijnt het doel waar wij gezamenlijk voor streven. Namelijk om COVID niet de impact te geven die het kan hebben als we niets doen. En dat zij zich bedient van non-wetenschappelijke argumenten is nog kwalijker. Maar dat is een discussie waar ik eigenlijk liever uit wil blijven. Omdat ik zelf ook geen wetenschapper ben. Maar zij is het ook niet. En ze mag wel huisarts zijn. Maar nogmaals, de maat der dingen gaat niet op één persoon. Het gaat met COVID om inzichten die we met z'n allen genereren. En de afzonderlijke mening daarvan is voor mij niet van belang. Maar als je in een functie zit, en dan kom ik terug op je vraag. Als je in een functie zit, draag je een grotere verantwoordelijkheid.
dan als je een burger in deze maatschappij bent. En dat moet ze zich goed realiseren. Het is kwalijk wat er gebeurt, heel kwalijk. Ja. Pues, punto seguro que nos pueda sacar voor die conversación aquí está vacuna. O vacuna, o por salva. Vacuna tiene prácticamente, señor Dreyer, mucho que positivismo. Sin daar geen aanzien kunnen ons conversando. En vacuna is not a guarantee, hè? Claro que no. Maar alles beter dan niet. Sí. En dat zien we dagelijks in het ziekenhuis. En dat zien we dagelijks bij de mensen die in quarantaine moeten. En ik heb het om me heen gezien. Mensen die doodgaan en die op hun ziekbed zeggen, had ik mij maar gevaccineerd. Ja. Ja. Ik had het voor ze gewenst. Maar nu was het te laat voor veel. Mm-hmm. En ik hoop dat het voor mensen hier op Curaçao niet te laat is.